Hi guys, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben echt nog helemaal een beetje brak van gisteren. Beetje hangover. Maar we moeten door. Het is nog steeds avond bij ons. Daf is ook helemaal laag op de bank. Brownie ook, die loopt de hele dag te slapen. Maar ja, er komt een moment, zeg maar, op de dag dat iemand moet gaan koken. En ja, ik ben vandaag die iemand. En ik ga vandaag chi-gekke garnalenpasta maken. Oh mijn god, de pasta is op. Oké, we hadden nog spaghetti, maar ik heb geen zin in spaghetti. Maar ik heb ook geen zin om weer terug naar de winkel te gaan, dus het wordt spaghetti. Goed spaghetti. Dan zijn we nog steeds wit hoor. Yo guys, een hele goede morgen. Ik ga mezelf even opmaken en terwijl ik me opmaak ga ik live op de app Pico. En je kan zeg maar punten verdienen met hoe lang je zeg maar live gaat. Alleen moet ik mezelf nog eventjes een beetje meer informeren over de app, maar het is echt super leuk. Dit is trouwens geen betaalde promo, was maar zo. Maar de app is heel erg kindvriendelijk. Als je scheldt of ja, naakt in beeld komt en weet ik wat, word je gewoon geband. En ik had dus gefilmd dat ik op de wc zat. En dat ik met mensen aan het praten was. En toen was ik gewoon voor een hele dag gewoon geband. Omdat dat mag ook gewoon niet. Dus ja, ze letten wel echt super streng op. En het is wel echt heel erg kindvriendelijk. Lexus gaat helemaal lid op die app. Schat, ik heb te druk. Ja, wat weer. Ik ga 4 barkie kijken. Ik ga vragen of ik in die live kan. Ik heb er eentje hier. Hoe lang poep jij dan? Ik heb net al aangegeven, sneller dan dat ik plas van bro. Ik ben eventjes aan de. Nou jongens, we gaan erin. Pas op sturen. Ja, hoe doe je dat? Ik ga sturen even in feite rechtsonder. Oh, rechtsonder. Join terug. Oké, jongens, ik heb. Hallo. Kijk, jongens, we zitten erin. Ik ben aan het vloggen. En ik was even aan het vertellen over Bigo. Oké, luister, schat. We gaan nog niet eens praten over Bigo. Ik wil weten hoe lang poep jij gemiddeld? Ik poep sowieso elke dag, soms 2 keer. Maar, ja, dat. Even denken hoor. Ja, dat is moeilijk man. Is zij een dame die gewoon toch doet wat zij wil, ondanks dat jij dat adviseert om het niet te doen? Ja, dat is zo wel, ja. Ik was minding my own business en toen werd ik opeens gebeld van. Ja, ik sta met mijn auto langs de weg, want mijn tank die is helemaal leeg. Nou, dat kan er maar 1 zijn natuurlijk. Oh, ik moet natuurlijk niet echt nog power potten. Nou, we hebben het gehaald. Bij de tankstation. Alleen heel mijn hand ruikt nu naar benzine. Want ik had het in een Fanta en een cola fles gedaan. Maar ja, ik ben wel een goede mattie vind ik. Want ik zat echt heel lekker thuis. En ik ben nu wel opgestaan, weet je wel. Nou, ik heb even de hond gestolen. Niet huilen, Icy. Bij tante Fonny is het ook leuk. Loop je nou te janken, joh? Nou, we gaan Icy ontvoeren naar mijn huis. Let's get it, Icy. Hey, maak mijn auto niet kapot, hè, met je scherpe nagels. Sorry, ik heb hele gesprekken met honden. We zijn nu live op Bigo. En ik had de lumpia gehad en dat kostte 4 euro. En ik begreep al niet waarom is het zo duur. Maar nu hebben ze echt zo'n kapot grote lumpia erin. Kan je nog 1 keer vertellen voor de vlogger? We gaan nu mijn neef bellen. We hebben een challenge op Bigo. En hun hebben verzonnen dat wij... Jongens, jullie komen allemaal in de vlog trouwens. We hebben verzonnen dat Vonneke zwanger is. En ik ga nu mijn neef bellen om hem te brengen. Hey broer,
Dit is wel even serieus, man, bro. Ik had net echt een hele lijpe beef. Want Vonneke die... Bro, ben je alleen? Ja, toch? Ja, bro. Bro, want dit, niemand weet het, hè? Alleen jij nu. En het is echt helemaal uit de hand gelopen net. Bro, Vonneke ging net naar de winkel. Heeft ze een test gehad. Een zwangerschapstest. Bro, maar ze had niks tegen mij gezegd. En ze laat gewoon die zwangerschapstest aan me zien. En dat betekent dat ze zwanger is. Ja, bro, want er stonden twee streepjes. Ja, oké, goed. Dus ik ben boos weggegaan, want ze heeft het me pas vandaag verteld en ze wist het gisteren al. Ja, ze liep al een paar dagen op Snap een beetje spelen. Ja, zie je, dat dacht ik ook al. Dus nu, dus nu zit ik met het probleem. Want je weet, bro. Bro, dus nu zit ik in het probleem, want ik zeg tegen haar, ja, haal het gewoon weg. Maar zij zegt, nee, ik hou het gewoon. Want ik wil al lang een kind. Dus broer, ik... Wat maak jij nou weer wel mee? Dus broer, ik zit nu echt met een probleem. Ik zit echt te denken van... Ik kom even naar haven en even rustig worden. Want ik word echt helemaal gek nu, man. Bro, hoor je me nog? Een hele goede morgen, jongens. Ik ben gisteren vergeten te vloggen, so I'm sorry, guys. Vandaag hebben we hoog bezoek. Icy is bij ons komen logeren. En straks gaan we even mijn nagels fixen, want oud en nieuw komt eraan. En ik heb letterlijk al mijn nagels die ik in Turkije heb laten doen eraf getrokken. Rennen jullie achter me aan, baby's? Ze gaan echt overal waar ik ga. Ik heb ook even hair switch gedaan, want van die bob werd mijn gezicht een beetje bol, weet je. Dus ik ben vandaag weer op de blonde vibes. Wat ik echt heel vervelend vind, is dat mijn pakketjes allemaal lijpe vertraging hebben. Maar dat komt met de feestdagen en zo. En door corona zijn alle winkels dicht, dus iedereen doet dan online shopping. Dus er is nu gewoon echt een lijpe vertraging. Dus ja, I'm so sorry people. Hey brow brow. Ik heb nog steeds de hondenwijn niet gebruikt. Zal ik ze nu de hondenwijn geven? Yo guys, oh my god. Ik ben nu onderweg met Icy. We gaan nu helemaal naar... Oh my god. We gaan nu helemaal naar Enschede om onze nagels te doen. Icy terugbrengen naar zijn baasje. Oh mijn god, ik heb zo snel gedaan. Gelukkig, ik ben zo blij dat Brownie gewoon chill zit in de auto altijd. Hij is echt een chill hond hoor. Vergeleken met Icy, die op te huilen, te kwijlen, te trillen, alles tegelijkertijd. Oh my god, ik heb zo hard gestrest net. Ik heb niet eens goed gegeten, man. Twee zielige broodjes. Nou. Ik ga even racen op de weg letten. En dan zie ik jullie straks weer, man. Ik ga even tanken, jongens. Ik kan niet hier al bestieken. Zo, je hebt er ook zin in vandaag? We hebben echt iets geks gefixt voor oud en nieuw, jongens. Zin in. We hadden een partybus geregeld voor ons tweeën, maar is niet doorgegaan, helaas. Filmen. Jawel, dit keer ben ik de enige. Nee, filmen. Vandaag ben ik niet de enige die op slippers komt. Helemaal uitgedroogd. Er zit poep in je hondse kont. En je gaat het niet eruit halen. Ik ga het niet doen, echt niet. Als je laat me je billen zien. Ja. Nou, hij heeft nu net in de gang gepoept. Ik ga nu kijken. Nou, ze heeft de hele handschoen aan om die poep uit te trekken. Wat ben je aan het doen? Lekker graaien. Heb je het eruit getrokken?
Geef me mooi weg dan. Gewoon zo. Kijk. Brownie begrijpt ook helemaal niks van. Nou, we hebben nu taco mundos gehad. Hey, hoor je dat ook? Oh, dat was mijn scheet, maar je hoorde hem niet goed genoeg. Taco mundo! Taco mundo! Taco mundo! Taco mundo! Oh ja! Oh ja! Oké, vanaf zaterdag geef me die pinky promise. Vanaf zaterdag gaan we gezond eten, want dan hebben we die prep food. Geef me die pinky swear, ja. Wow, je was echt lang aan het nadenken. Ik was even aan het nadenken. Ik was naar je navel aan het kijken. Girl. Ik vind het echt veel mooier. Ja, hè? Dit is veel... Oh ja, ik heb jullie drinken staan om je laten zien. Oh, oké. Ja, drinken. Maar... Heb je het lampje achter jou aan? Dit is het resultaat. Ja. Maar we gaan nu lekker eten. Ik heb het echt honger, man. Dus ik leg jullie later. Lekker aan jouw zijkant. Wat een loodgieter. Als jij een lampje aan wil hier, kan je gewoon klikken, hè? Voor jezelf. Nou jongens, ik ben weer thuis. Mijn lieve vriend, Davinio. En veel mensen vragen of we spijt hebben van onze tanden. Zeker niet, Matte. Ik wist niet dat, dat ik er zoveel last van zou krijgen. Oké, één keer lachen. Zo. Ja, uiteindelijk. Boeit het ons echt geen poep. Geen ene poep. Nou, ik ga de vlog afsluiten. Vond jullie deze vlog leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Ik ga proberen met oud en nieuw vlog up te loaden, maar ik denk dat het pas 1 januari online komt. Dus ik wens jullie alvast een gelukkig nieuwjaar. Beste wensen. De beste wensen. En maak er een mooie 2021 van. Hopelijk gaat die corona loesel. Ja. Hopen we, ja. Ja. Maar we kunnen altijd bidden. Voor alle gelovige mensen. Dus God zeg ik allemaal. Ja. Ik denk dat je probeert te zeggen, het komt altijd goed. Alhamdulillah. Ja. Nou, doei jongens.